Dag kijkers en welkom andermaal weer bij een instructievideo. Deze keer gaan wij naar paragraaf 2 van hoofdstuk 4 van het VWO-boek Scheikunde leerjaar 3. Dat is pagina 133. Dus blader naar pagina 133. Het is wel de bedoeling dat voor deze instructie je de tekst zelf doorgenomen hebt. Is dat niet het geval, doe dat even, lees de tekst even goed door en dan volgt de instructie. Heb je dat wel gedaan, dan kan je nu rustig verder gaan kijken. Want op pagina 133 begint dus de paragraaf genaamd reactiewarmte. En het stukje tekst, het eerste alineaatje, begint met de wet van behoud van energie. Nou hebben we dat, geloof ik, bij natuurkunde ook al wel behandeld, de wet van behoud van energie. Ja, wat hij eigenlijk in het kort zegt is, er gaat nooit energie verloren. Je bent geneigd te denken dat energie verloren gaat. Iets wat warm is, koelt af. Dan denk je, oh ja, dat is weggegaan. Dat is afgekoeld, dat komt niet meer terug. Maar dat is allemaal energie die in een andere gedaante weer omgezet wordt. Dus dat wordt afgestaan en energie gaat niet verloren. We zitten hier op aarde in een, zoals dat zo mooi heet, in een gesloten systeem. Dus er kan nooit zomaar energie bijkomen, energie afgaan. We hebben gewoon wat we hebben en daar doen we het mee. Er is misschien enger, maar aan de andere kant, ik kan per ongeluk naar voren. Dus wat dat betekent, jij laat hem los en hij kan nooit meer met meer kracht terugkomen. Tenzij hij hem een zetje geeft. Ja, tenzij ja. Tenzij ja. Maar hij mag hem geen zetje geven. Nee. Want dat is een foute boel. Maar wat is een zetje? Dat wil hij zeker niet. Nee. Maar hij kan achteruit lopen, hè? Ja, dat gaat hij proberen niet te doen. Hij loopt geen gevaar. Ik loop wel gevaar. Ja, dat ik tegen de muur. Maar dat is net het kardinale verschil. Daardoor zitten de studenten adembenemend te zitten. Sommigen plassen in hun broek. Ja. Het is een waardeloze demonstratie, maar we doen hem toch, Diederik. Wouter, deze is voor jou dan. Oh, dit is heel stom. Hey! Wat deed jij op het laatst? Nee, die toch! Een heel klein stukje. Hij deinst achteruit, hè? Hij deinst ietsjes, ja. Godverdorie. Kom jij hier om een van mijn beroemdste demonstraties te zien? En wat doe jij? Op het laatste moment loop jij terug. Jij bent een scheidzak. Ja. Een scheidzak? Dat u het woord nog weet. Hij is een scheidzak en loopt terug. Je zag hem toch op het laatst teruglopen? Ik zag het. Eén kopje eronder, daar wordt gesproken over exotherme reacties. Dat is een dik gedrukte blauwe term. En figuur 7 laat een exotherme reactie zien. Jullie zien een reageerbuis met een thermometer erin. En die thermometer die laat zien dat na de reactie de temperatuur is toegenomen van het goedje wat er ook maar in mag zitten. Nou, dat is een teken van een exotherme reactie. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat gaan we zien op pagina 134. Dan volgt ook nog de endotherme reactie. Dat is het omgekeerde van een exotherme reactie. Een endotherme reactie die vergt juist voortdurend energie om maar door te gaan. Dus een reactie die juist energie behoeft om door te gaan. En vaak zien wij dan bij een dergelijke reactie, wanneer wij een thermometer erin leggen of eraan hangen, dat dan juist de temperatuur afneemt. Hè? Dat het dus koeler wordt, want het heeft energie nodig in de vorm van warmte. Dus die neemt warmte uit de omgeving op. En dan zie je dus dat de temperatuur zal gaan dalen. Nou, dat is dan een voorbeeld van een endotherme reactie. Nou is het niet heel toevallig dat jullie ook hier al een beetje mee geoefend hebben. Namelijk ook weer met de laatste proef die we gedaan hebben. Nogmaals, water met natriumhydroxide. Als je dat met elkaar mengt en je roert het goed door en je legt er
een thermometer in, dan zul je dus de temperatuur zien oplopen. Nou is er niet eens echt sprake van een reactie, want je mengt water en natriumhydroxide tot natronloog. Het is niet zo dat er dan een andere stof is. Toch is het wel een endo- of een exotherm proces. Ja, dan is het niet zozeer een reactie, dan is het een exotherm proces. Want je ziet de temperatuur duidelijk oplopen. Jullie hebben kunnen zien, dat kan tientallen graden oplopen. It'll turn you brown for a week where you touched it. So I'm gonna make a little indentation and I'm gonna pour some glycerol. Glycerol is a really sticky liquid. It's actually the backbone of your fat molecules. Okay, here comes, it's about go time. And now I'm gonna get out of the way. That is red hot, but it is some exothermic goodness is what that is, if the fire alarm doesn't go off. Remember to turn the fume hood on. That's the moral of the story. En bij een endotherme reactie, ja, ook daar hebben jullie een proefje mee gedaan. Wederom natuurazijn met soda, met huishoudsoda. Dat bij elkaar indoen, goed roeren, bruisende reactie. En ook daar zie je dat dan de temperatuur juist afneemt. Dus waar je bijvoorbeeld begon op 20 graden omgevingstemperatuur van het azijn, dat na de reactie dan gedaald is tot 10 graden. Dan is er sprake van een endotherme reactie. Nou, wij kunnen dat allemaal aanduiden in zogeheten energiediagrammen. En zo'n energiediagram die zie je onderaan pagina 134. Dus dan zien jullie een energiediagram. En als je die nog nooit eerder hebt gezien en je weet niet wat je daarmee moet, dan zie je een rode parabool, je ziet een paar blauwe pijlen, je ziet E-act, je ziet beginstoffen, reactieproducten, etc. Dit zegt nog niet zo heel veel. Toch weet figuur 10 je te vertellen dat dit een exotherme reactie is. Nou, hoe kun je zien dat dit een exotherme reactie is? Dan moet je kijken naar de verticale as. Dat is namelijk het energieniveau, aangeduid met hoofdletter E. En de horizontale as, dat is de verloop van de reactie, dikwijls in tijd aangedrukt, maar nu is het even algemeen het verloop van de reactie. Het gaat om die verticale as. Het energieniveau. De beginstoffen hebben dus, zo te zien, een hoger energieniveau dan de reactieproducten. Dat betekent dus dat tijdens het verloop van de reactie energie wordt geloosd, energie wordt gedumpt. Die energie komt vrij en voel je hem al aankomen. Juist wanneer energie vrijkomt, ontstaat dus warmte. Dus wanneer je ziet dat beginstoffen nog meer energie bevatten dan de reactieproducten, daar weet je dus dat je te maken hebt met een exotherme reactie. Nou, denk maar eens aan een van onze bunsenbrandertjes hier, hè, die gasbrandertjes. Wanneer wij die aansluiten op de gasleidingen en de gaskraan opendraaien, hoef ik alleen maar één klein vuurtje erbij te houden. En dan gaat de rest vanzelf. Dat kleine vuurtje wat ik toevoeg, dat is het toevoegen van energie. Dat is maar één ogenblik dat ik dat hoef te doen en de rest gaat vanzelf. Nou, daaraan kun je al zien dat het een exotherme reactie is. Maar ook de beginstoffen, het aardgas is dan de beginstof, dus CH4 is methaan. Die beginstoffen hebben dus meer energie dan de reactieproducten. En de reactieproducten zijn natuurlijk bij een volledige verbranding CO2 en H2O.
En die reactieproducten bevatten dus veel minder energie. Want methaan, CH4, is dan een zogeheten energiedrager. Die draagt energie met zich mee en die komt alleen vrij wanneer je het aansteekt. Nog even resumerend op pagina 134. Jullie zien daar nog een dik gedrukte term. Dat is de reactiewarmte. En dat noemt men delta E. Nou, delta weten jullie inmiddels. Dat is de Griekse letter die een verschil aanduidt. Dus delta E is dan verschil in energieniveaus. Nou, dat is dus nogmaals in figuur 10 duidelijk aangetoond. En delta E drukken we uit in de eenheid joule per mol. Daarover in de latere paragrafen meer. Maar dit moet je nu wel al onthouden. Joule per mol. En delta E berekenen we altijd door de reactieproducten, dus de energie van de reactieproducten, min de energie van de beginstoffen te doen. Ja, dus onthoud dat goed. E react min E begin. Dus dat is een klein, het lijkt heel onnatuurlijk dat je begint met het eind en eindigt met het begin, om het zo maar even te zeggen. Maar delta E is dus E react min E begin. Dan gaan we op pagina 135 gaan wij het hebben over activeringsenergie. De activeringsenergie kwam net al heel even te sprake in de energiediagram van pagina 134. Nou zien jullie onderaan pagina 135 wederom twee energiediagrammen staan. Nou, eentje kennen we dus al, dat is die van een exotherme reactie. En dus van een endotherme reactie moet het precies omgekeerd zijn. Dan moeten dus de reactieproducten meer energie bevatten dan de beginstoffen. Oftewel, tijdens de reactie wordt energie opgenomen. Dat is een kenmerk van een endotherme reactie. Nou is het zo dat elke reactie moet op gang gebracht worden. Ja, dat gebeurt nooit zomaar. Een bunsenbrander die we aansteken moet op gang gebracht worden. Natuurazijn en soda moet op gang gebracht worden. Alles, niks gebeurt zomaar, dus daar is activeringsenergie bij nodig. Als je kijkt bij figuur 13, dus onderaan pagina 135, zie je E-act staan. Er staat in één keer een pijl naar boven. Nou, die zou je kunnen zien als een aansteker die jij bij de bunsenbrander houdt. Dat is jouw E-act. Je voegt op dat moment genoeg energie toe om de reactie te activeren en dan gaat de rest vanzelf. Er komt dusdanig veel energie in dat proces vrij dat de rest vanzelf gaat. Maar wat als er niet voldoende energie vrijkomt? Sterker nog, als er dus energie nodig blijft, ja, dan kun je het met één keer een vuurtje kun je het niet af. En dat zie je dan in gedeelte B van figuur 13. Dus kijk daar even goed naar. Je ziet dus het energieniveau van de reactieproducten ligt hoger dan de beginstoffen. En dit betekent dat je energie moet blijven toevoeren. Oftewel, delta E is groter dan 0. Nee, dat kun je te alle tijden nog een keer narekenen. Die regel klopt altijd. Wanneer delta E groter is dan 0, spreken wij van... groter dan 0. Ik heb wel gelijk. Dat delta E, als die groter is dan 0, is er altijd sprake van een endotherme reactie. Nou, die kan je dus verklaren met die energiediagram. Dan zijn we op pagina 136. Nou, daar wordt bovenaan nog even gesproken over exotherm, endotherm en wat dat te maken heeft met delta E. Is al besproken, ga ik nu niet nog een keer doen. Wij gaan door naar de alinea genaamd meten van energie. Daar zal je ongetwijfeld het een en ander weer bekend van voorkomen. Namelijk hoofdstuk 4 van natuurkunde. Daar is deze formule ook al een keer behandeld. Dat is makkelijk, dat is handig. Het enige wat ze hier bij scheikunde anders doen, is een aantal andere eenheden gebruiken. Dat is gewoon om jullie een beetje te pesten, want het komt eigenlijk gewoon op hetzelfde neer. Kijk even mee naar figuur 15, daar zien jullie een warmtemeter. Die hebben die volgens mij ook al in natuurkunde zien staan, in het natuurkundeboek. Dat wordt met een dikke blauw gedrukte term de soortelijke warmte genoemd. Oftewel de kleine letter C uitgedrukt in joule per gram keer graden Celsius. Alleen in het boek staat nu dus onderaan pagina 136 staat uitgedrukt joule per kilogram keer Kelvin. Nou, dat is in principe bijna hetzelfde. Je moet er dus rekening mee houden dat je niet met gram werkt, maar met kilogram in dit geval.
Dus je massa pak je nu altijd in kilogram. En Kelvin, ja, dat is hetzelfde als graden Celsius in schaal. Niet in beginwaarde, maar in schaalverdeling. In stapjes is Kelvin hetzelfde als graden Celsius. Hè? Dus als je van 10 naar 11 graden Celsius gaat, dan is dat een stijging van 1 graden Celsius. Maar ook een stijging van 1 Kelvin. Dus dat is gewoon hetzelfde. Nou, dan bij M zeggen ze dat de massa dus van water moet dus in kilogram zijn, want je doet dat bij de soortelijke warmte ook. En dan komt de temperatuursverandering delta T, oftewel T eind min T begin. En die dus ook in Kelvin, hè? Dus niet in graden Celsius dan in één keer gaan doen, want dan ga je dingen door elkaar halen. Die moet je dus ook in Kelvin doen. Nou, dan krijg je de hoeveelheid warmte Q, die is gewoon in joule. Mag ook in watt, maar we houden het bij scheikunde vooral ook in joule. Watt is meer voor natuurkunde, joule is wel echt meer voor scheikunde. Dus nogmaals, Q is Cm delta T. Q uitgedrukt in joule, C uitgedrukt in joule per kilogram keer Kelvin. Kijk, die ging ik zelf al bijna de mist in, ik moet zelf ook opletten. M, de massa in kilogram. En delta T, de temperatuursverandering. Nou, dan gaan wij even oefenen met voorbeeldopgave 3. En dat doen we door allereerst het boek nu dicht te doen. Dus doe je boek dicht en leg hem weg. Pak een blaadje, een pen, rekenmachine. En dan gaan wij voorbeeldopgave 3 doen. Ik zal dat in het filmpje ook laten zien. En dan laat ik de uitwerking weg in eerste instantie. En dan beginnen we met het eerste stukje tekst van voorbeeldopgave 3 op pagina 137. De verbrandingswarmte van ethanol. In een warmtemeter wordt 2 gram ethanol verbrand. Denk eraan, ethanol is vloeibaar. Je zou geneigd zijn het in milliliters of liters uit te drukken. Maar omdat wij dus met de soortelijke warmte gaan werken, moeten wij dit in massa uitdrukken. Dus in een warmtemeter wordt 2 gram ethanol verbrand. In de warmtemeter zit 250 gram water. Ook hier weer uitdrukken in massa. Na de verbranding van alle ethanol is de temperatuur van het water gestegen van 293 Kelvin naar 340,7 Kelvin. De soortelijke warmte van water is 4,2 x 10 tot de macht 3 joule per kilogram keer Kelvin. Oftewel 4200 joule per kilogram keer Kelvin. Jullie hebben geleerd dat dat in grammen uitgedrukt is 4,2 joule per gram keer Kelvin. Maar nu doet het dus met kilogram, wordt alles 1000 keer zoveel. En dan de massa van het water is, dat stond er net al, 250 gram, oftewel 0,25 kilogram. Bereken de verbrandingswarmte van ethanol in megajoule per kilogram. Normaal gesproken wordt jullie de verbrandingswarmte gegeven. Maar in dit geval moeten jullie die zelf uit gaan rekenen en dat kunnen jullie nu gaan doen. Nou, dan zijn jullie aan het werk geweest met voorbeeldopgave 3 op te lossen. Pagina 137, voorbeeldopgave 3, die zijn jullie op gaan lossen. En om die op te lossen, moet je dus eerst alle waardes zien te weten van de QCM delta T formule. Dat betekent delta T uitrekenen. Dat is dus dat je van 293 naar 340,7 Kelvin gaat. Dat is een verschil van 47,7 Kelvin. Als je dat hebt, kan je de QSCM delta T formule invullen. En dat doe je als volgt. Je vult eerst de formule zelf in, dus Q is CKM keer delta T. Gevolgd door een is-teken. En dan gaan wij in kilogrammen, want dat is wat ze graag willen zien, in kilogrammen aan het werk. Je vult eerst dus de soortelijke warmte C in, dat is 4,2 x 10 tot de macht 3. Je mag voor mij ook 4200 opschrijven. Ik vind namelijk dat iets makkelijker dan al met dit soort getallen wetenschappelijke notaties te gaan toepassen. Dus als je dat fijner vindt, vul vooral 4200 in. Nou komt de massa uitgedrukt wederom in kilogram, oftewel 0,25. En dan komt dus de delta T, die hebben we net bepaald, is 47,7.
Alles bij elkaar vermenigvuldigd kom je uit 50.085 joule. Ja? Dus Q is 50.085 joule. De hoeveelheid warmte die is vrijgekomen bij de verbranding van 2 gram ethanol is dus 50.085 joule. Je hebt 2 gram ethanol verbrand. Blijkbaar heeft dat dus zoveel warmte opgeleverd. Dus iedere 2 gram ethanol levert je 50.085 joule. Nou kunnen we gaan kruislinks vermenigvuldigen. Maar sommigen zouden het ook wel uit hun hoofd kunnen. Want als je dus 1 kilogram wil weten hoeveel energie dat levert, kom je dus uit op ruim 25 miljoen joule. Oftewel 25 megajoule. Nou, om dan van 2 gram naar 1 kilo te gaan, moet je dus afvragen, hey, hoe vaak past in 1 kilogram 2 gram? Nou, dat is 500 keer. Want als jij 500 keer 2 doet, is 1000, is 1000 gram. Dus jouw Q die je hebt uitgerekend, dus 50.085 joule, doe je maal 500. En dan kom je dus uit op ruim 25 megajoule. Ja, die mag je dan wel in wetenschappelijke notatie neerzetten. Nog beter is om gewoon 25 MJ op te schrijven. Nou, dan weet je dus dat wanneer je 1 kilogram ethanol verbrandt, dat je dus 25 megajoule aan energie krijgt. Dat betekent dat de verbrandingswarmte van ethanol 25 megajoule per kilogram is. Nou, als je dit zo hebt gedaan, en dit is er ook uitgekomen, dan heb je het keurig gedaan, dan begrijp je waarschijnlijk ook de opgaven die hierna zullen volgen. Ik wil nog wel even een natuurkundige kanttekening bij deze opdracht zetten. Dat is namelijk dat bij het verbranden van deze ethanol uit wordt gegaan voor 100% rendement. Oftewel, alle verbrandingswarmte gaat naar dat water toe. Dat is in feite niet haalbaar. Dat bestaat niet. Er is altijd verlies. Het rendement is nooit 100% wanneer we het over warmte hebben. Dus deze uitwerking, ja, het is een beetje theoretisch. Op papier kan het. In het echt zou dit nooit kunnen. In het echt zou je hier nog veel meer rekenwerk aan moeten verrichten om dit op te lossen. Maar voor nu volstaat het, want je kan de verbrandingswarmte uitrekenen. En dat zal ongetwijfeld bij de opgaven die hierna volgen, zul je dat vast nog weer moeten doen. Nou ja, dit is dan paragraaf 2 reactiewarmte die ik met jullie behandeld heb. Jullie zien onder voorbeeld opgave 3 de leerstof. Dat zijn de opgaven, de toepassingen, de opgaven daarbij. Helemaal naar opgave 16 met een sterretje ervoor. Die is dus weer wat pittiger. Ik wens jullie veel succes bij het maken van deze opgaven. Dag, dag.